ik het leukste vind, is als ik iemand zie met mijn kleding. En dit zie ik, ik zag van de week nog een vrouw, die zat naast me bij Spirit. En toen zei ik, hey, dat is voor mij. Nou, ik ben Margaret West. Nou, ik heet eigenlijk Weststraten, maar mijn artiestnaam, of tenminste mijn werknaam is Margaret West. Dat is lekker internationaal en goed voor mijn label, wat ik dus heb. Ik heb een dameslabel en ik heb een winkel aan de Pannenkoekstraat. Ginza genaamd, die bestaat nu bijna 11 jaar. En ik heb mijn eigen label. Daarnaast ben ik in 2014 begonnen. Dat heet Margaret West. En wat ik heel erg miste in tijdens dat ik mijn winkel had, was een label wat op voorraad beschikbaar was. Want vaak moeten winkeliers dat een half jaar van tevoren bestellen. Dat wilde ik dan niet. Dus het moest dan gelijk op voorraad zijn. En ik wilde ook gewoon betaalbare een betaalbaar label wilde ik neerzetten. Ja, nou, dat is dus, als ik het even materialistisch en egoïstisch bekijk, dan is het mijn label heel groot maken en wereldwijd verkopen. En daar heel succesvol in zijn, zodat ik zelf leuke dingen kan doen en lekker veel kan reizen en een comfortabel leven heb natuurlijk. En de andere kant is weer een beetje dat ik ook wel heel graag iets zou willen betekenen voor de planeet en voor de maatschappij. Dus ja, dat ik heel graag dan toch weer iets meer die duurzame kant op ga en mensen ook een beetje kan opvoeden met hoe het ook kan. En ja, dat moet wel allemaal een beetje binnen mijn filosofie van mijn bedrijf zijn. Dus dat het betaalbaar blijft en comfortabel, makkelijk draagbaar en voor een hele brede groep vrouwen. Ja, die kans, dat is best een lastige vraag, omdat die kansen die komen op een gegeven moment ook wel op je pad. En tijdens dat je dingen doet, dus ga je elke keer een stapje verder, denk ik. Dus ik was eerst heel erg bezig met het, wat ik net vertelde, het vinden van een juiste producent. Nou, heb je dat, dan komen er weer andere dingen op je pad. En dan, en je kansen die worden ook, of tenminste mijn kansen, die veranderen ook elke keer. Dus ik heb bijvoorbeeld een visie die ik 3 jaar had, die is al helemaal anders nu. Dus dat is gewoon meer een beetje dat hoe je pad loopt, denk ik. Daar groei je ook weer in. Ik denk dat ik mijn inspiratie heel veel haal uit mijn omgeving en op dat moment op de plek misschien waar ik ben. En ja, dat is niet zo heel concreet. Dus ik haal heel veel inspiratie uit mijn kennissen en vrienden en mensen met wie ik werk. Die geven me vaak inspiratie, geven me ook vaak weer nieuwe ideeën. Ik denk dat als er bijvoorbeeld weer een leuke opening is of een leuke tentoonstelling in Rotterdam, dat ik daar wel naartoe ga om weer inspiratie, maar ook wel gewoon om weer even opnieuw te tanken, en verder is het gewoon, je grootste inspiratie is denk ik dat als je je goed voelt op een plek, dat je daar positieve energie van krijgt en daar vanuit daaruit heel fijn kan werken en weer inspiratie krijgt. Dus, en dat is Rotterdam voor mij. Ja, soms heb ik wel een stok voor mijn winkel staan dat ik denk, hey, dat is allemaal voor mij. Of dat ik binnenstap en dat ik denk, oh, dit is allemaal voor mij. Ik denk dat ik wat ik het leukste vind, is als ik iemand zie met mijn kleding. En dit zie ik, ik zag van de week nog een vrouw, die zat naast me bij Spirit. En toen zei ik, hey, dat is voor mij. En toen ging ze helemaal van, ja, en ik heb dat als cadeautje gekregen. En ik was op zoek naar die winkel en ik kon hem niet vinden. Dus ik zei, nou, dan ben je bij mij echt aan het ideale adres, ga ik je zo vertellen. Het was natuurlijk nog ook bij Spirit om de hoek, dus dat was ook wel fijn. Maar dat is toch wel echt het leukste. En ik krijg ook wel vaak vriendinnetjes van mij die iets spotten op straat en die dan een fotootje van me maken van, oh, een echte Margaret West gezien. Nou, dat is, ja, daar word je heel blij van. Het hoeft niet allemaal heel veel geld te kosten om iets te starten. En toevallig, ja, ik had heel lang freelance gewerkt en ik verdiende daar goed. Dus ik kon alles zelf wel financieren wat ik wilde. Maar mijn eerste winkel was een pop-up op de Meent. Ja, dat had ik allemaal vrienden en we hebben voor bijna niks hebben we die winkel ingericht. Dus ik denk dat we voor minder dan 1000 euro altijd me gekost om die winkel te starten. Ja, en toen ging die winkel goed en toen kon ik weer de volgende winkel weer iets meer in investeren. Dus ja, doe het met zo weinig mogelijk middelen. Begin klein en ja, alles wat je overhoudt, steek dat weer in je zaak, maar ga niet. Ja, ik zie ook mensen om me heen die dan in één keer een dure auto gaan kopen. En nee, hou het in je zaak, dat geld. Ja.